En van harte goeiedag, beste kijkers. En welkom bij deze ATV COVID-19 update. Er is alweer de 67ste aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname en de wereld nog steeds in haar greep houdt. Bij de opname van het programma is het aantal COVID-19 positieve gevallen 490. Daarvan zijn 280 actieve gevallen. 199 personen zijn genezen verklaard en hebben we helaas 11 doden te betreuren. Later op de dag is de kans groot dat deze statistieken worden bijgesteld. Vandaag is onze gast niemand anders dan Robbie Rijssel. Hij is directeur van KES. Hij zal straks vertellen waarvoor KES staat. Welkom, meneer Rijssel. Hi, dankjewel. Laten we beginnen gelijk. Waarvoor staat KES? Nou, KES staat voor het Kennis Expertise Centrum Suriname. Sinds 2015 zijn we actief. Ons werkgebied is Human Resource Development. We houden ons heel veel bezig met het versterken van organisaties. We doen daarbij trainingen. En we doen een aantal dingen. Maatschappelijk zijn we zeer actief. Formeel zijn we ook een stichting. We zijn een stichting geworden. En dat is toen wij de samensmelting van Band Consultancy en mijn consultancybedrijf, ja, hebben we samengebracht. Omdat het de intentie is, en dat doen we ook graag, om meer maatschappelijk actief te zijn. Ja. En tot op dit moment moet ik eerlijk zeggen dat dat aardig lukt. Oké. En het lukt aardig, zegt u. Ben ik toch wel nieuwsgierig. Hoe doet u dat te midden van deze COVID-pandemie, waarbij toch alles moet worden aangepast, dus ook het onderwijs gebeuren? Ja, weet je, we zijn allemaal een beetje overdonderd geraakt door de komst van COVID-19. We waren niet erop voorbereid. Dat van alles moet gebeuren. Het was helemaal onbekend en de onbekendheid van COVID heeft ook gemaakt dat het was meer trial and error. Yeah. We deden dingen en dan kijken. Dus ook we hebben ons moeten aanpassen. Een direct gevolg van COVID van ons is geweest dat we hadden een management training en die hebben we voortijdig moeten stoppen. De face-to-face sessies. En de mensen moesten van huis uit werken. Toen zijn we gaan improviseren om via e-mail, via tekst uitwisselen met de mensen bezig te zijn. Dus op die manier zijn we in eerste instantie ermee geconfronteerd. Maar we moeten ook zeggen van dat als je kijkt naar wat er gebeurd is rond deze pandemie. Ja. Mensen, er is heel veel ongeloof geweest. En zelf als persoon denk ik van dat het ook een beetje gevoed is geworden, zonder dat we erg in hebben. Gevoed in welke zin? Nou, als je kijkt naar de Surinaamse context, de Surinaamse situatie, hebben we twee extreme dingen tegelijkertijd gehad. Ja. We hebben een verkiezing gehad en die verkiezing, daar, de basis van die verkiezing, die heeft, niemand heeft zich ooit afgevraagd wat is de impact geweest van de hele verkiezing op de hele informatiesituatie rond COVID. Ja. We kijken allemaal wat COVID heeft gehad als consequentie voor daarvoor, ja, maar verkiezingen, het kiezen van een nieuw bestuur is een bepaalde impact in het land zelf. En die heeft ook zijn tol laten betalen als het gaat om hoe we zijn omgegaan met met deze situatie. Verslappen, maar om, ik denk, wil je hebben dat mensen zich gaan houden, informatie, dan moet er ook geloof zijn. Er moet geloof zijn van, oh ja, wat er nu aan de hand is, is iets dat ons allemaal kan treffen. Maar tegelijkertijd dat we dat moeten geloven, hebben we iets van, we willen een nieuwe regering hebben, we willen dit hebben, we willen andere dingen. We willen maatschappelijk iets anders hebben, terwijl ons steeds gezegd wordt, gezondheid, gezondheid, gezondheid. Ja. En die twee dingen hebben, en in mijn visie, als ik doordenk, dat, ja, het heeft wel een bepaalde impact gehad van hoe wij als Surinamers zijn omgegaan met dit heel gebeuren. Ja, ja. Maar nu hebben we hebben momenten gehad waarbij de regering even zeggen, we trekken de duimschroeven aan en weer een moment van, hey, we gaan het versoepelen, want we gaan
moeten leven met deze hele pandemie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk, zelf heb ik iets van, luister, vanaf het begin moesten we eraan denken van, luister, hoe gaan we leven? Ik heb daarom ook, voor mij, waaraan ik steeds heb vastgehouden, is de eerste informatie die door de heer Vrede is verstrekt. In zijn bijdrage, toen hij het over COVID had, heeft hij toen ook gezegd van, luister mensen, wij moeten doorleven. Ja. En hoe gaat u voor zorg dragen dat met de komst van COVID, hoe gaat u dat doen? Ja. Dat heb ik tot de dag van vandaag, is dat voor mij het meest belangrijke geweest om in deze situatie om te gaan. Ik heb het gevoel dat om dat ding te kunnen managen, het meer een ding van geboden en verboden is geweest. Ja. Waardoor wij als mens ons aangetast voelden in onze persoonlijke vrijheid. Ja. We voelden ons aangetast, even wacht even, ik kan toch ook voor mezelf bepalen. Ja. Je snapt die regering, je snapt de overheid heel goed wat die overheid wil. Maar ik ben burger van dit land, ik ben mens en ik wil ook wat. Ja. En ik denk, als ik zelf denk, ja, we hebben dat menselijk aspect, hebben we een beetje anders aangepakt. Zelf denk ik ook van dat. Die informatiestroom, ik zeg, zijn twee dingen. Je hebt, COVID is gezondheid, is ziekte. Mm-hmm. En daarnaast hebben we de consequenties, de gevolgen daarvan. We hebben gekozen om alles in één te gooien. Ja. Dus je zegt, communicatie is het probleem? Ja, want we hebben alles op een hoop gegooid. Op een gegeven moment weten we dat niet meer. Ziekte is de gezondheidszorg. Ik had graag gezien dat men dat ding gescheiden hield. Luister mensen, hier gaat het om. En besteed dan een apart programma eraan van, luister, dit is wat COVID inhoudt, zo is het. En aan de andere kant, de consequentie van dat ding als wij als mens, als we een aantal maatregelen hebben en we willen werken aan de gezondheid, betekent in feite dat in feite die hele maatschappelijke orde overhoop gegooid wordt plotseling. Want we kunnen niet meer in groepen bij elkaar komen. We kunnen een aantal dingen niet meer. Maar hoe gaan we dat doen? Ik heb altijd gemist, hoe doen we de dingen? Het is altijd wat. Je moet dit doen, je moet dat doen. Maar niemand zegt mij, maar hoe doe je? Je ziet in dat proces hebben we gezien dat er een aantal particuliere initiatieven zijn geweest. En een van de mooie particuliere initiatieven is van toen allemaal een mondkapje moesten opzetten. Toen kreeg je plotseling dat er mensen opstonden en die zeiden van, luister nou, een mondkapje, zo moet je het doen, zo is het goedkoper voor je, dat moet je doen. Ja. Dus dat hoe-verhaal, en nog steeds heb ik dat hoe-verhaal, hoe we dingen moeten doen, daar vind ik dat het te weinig aandacht aan besteedt. Dus de overheid is niet erin geslaagd eigenlijk om het menselijk gedrag zodanig te beïnvloeden dat die impact een beetje verkleind zou worden. Nee, maar luister, het menselijk gedrag is van ons. Niemand kan mij zeggen hoe ik me moet gedragen. Het is mijn ding. Dus ik moet veranderen. Dus je moet mij die prikkels geven dat ik bewust van zijn. Laten we zeggen, het is verandering, is change. Ja. We zeggen binnen change, zeggen we wel, luister. Die mens moet veranderen en de mens moet die mindset hebben om te weten van, ik moet nu veranderen. En wat doe ik als bestuurder, overheid, leidinggevende, om die mindset van de burger te veranderen in deze, dat die zegt van, wacht even, mino kan go door of zo far. Ik moet het anders aanpakken. We hebben dat in mindere mate gehad, omdat wij gegeven moment, daarom zeg ik dat die twee dingen hebben gespeeld, gegeven moment voelden wij gewoon een beknotting. En die beknotting heeft toegeleid tot ongehoorzaamheid, zich niet willen houden aan die gezondheidsmaatregelen die er waren. Dat is het gevolg geweest. Ja. Maar als je moet afwegen als mens, je bent niet in een royale situatie als vele anderen waarbij je auto hebt, waarbij je bepaalde dingen kan permitteren. Je moet kiezen tussen honger of COVID krijgen. Waarvoor kies je als mens zijnde? Ik denk dat we, daar kom ik terug op een stukje informatie. In het begin wisten we weinig. Maar naar gelang, en laten we even niet vergeten, de impact van dat wij nu mondiaal informatie kunnen krijgen, daar hebben we ook weinig mee gedaan om ons een beetje beter te informeren. Want we keken ook naar de televisie, we gingen op internet. Overal kregen wij informatie. En die informatie is nooit op een bepaalde manier gekanaliseerd, waardoor zelf de man van de straat iets beter wist wat dat ding was. Ja.
Waardoor je in feite, want we hebben dat ding direct gebracht op jongen die man heeft honger, van mijn angrijke ramadan. Maar als ik weet, dat luister nou, dit is direct wat het met mij kan gebeuren, dat ga ik nadenken hoe ik denk. Want als je honger hebt, betekent niet dat je à la dol op straat gaat lopen om dingen te doen. Maar je gaat over nadenken, maar dan hoe kom ik aan dingen? Hoe voorzichtig moet ik zijn? Mm-hmm. En daar denk ik dat we met z'n allen niet in geslaagd zijn om dat deel goed te doen. Ik ben bereid om aan het ook je eigen boezem en mezelf de vraag te reizen, wat heb jij zelf gedaan? Ja. Wat hebben jullie van kerst zelf gedaan? Jullie gaan praten voordat jullie mannen zijn van change. Ja. Jullie willen verandering hebben. Wat heb je gezien in dat ding? In die hele, wat er allemaal gebeurt. Dat besef, als we kijken naar organisaties, zeggen we luister, er moet een besef zijn voor change. Mensen moeten dat beseffen. In dit geval hebben we geen tijd gehad om te denken, als je verandering bij de INI. Ja. En dan, daarom kom ik, omdat die verandering al te doen, maar dan moesten we weer kijken, maar hoe gaan we ermee omgaan? Voor leerdes, maar van dingen. Ja. We hebben maatregelen getroffen, waardoor in feite, die mensen moesten denken, we hebben van Monyantamara. Ja. Die maatregelen waren van die aard, dat de persoon moest zeggen, wacht, ik mag niet was dat, ik mag niet, mim yang. Ja. Maar u zegt, die verandering, die change was ook erin, maar u weet zelf ook als wetenschapper dat mensen vaak een beetje tegenstand hebben tegen verandering. Natuurlijk. En het is ons overvallen, zeg maar. Ja. Maar kijk, maar dat is het. Ik vind dat Suriname in dat opzicht een geweld, dat wij Surinamers geweldig zijn. Als wij de juiste informatie krijgen. Suriname heeft al veel change momenten gemaakt waarbij helemaal maatschappelijk dingen over ons boven gegooid zijn geworden. En we hebben altijd de veerkracht gehad in dit land om eroverheen te komen. Ook die man waar ook die Movinawan heeft die veerkracht gehad om dingen. Dus ik denk dat we ook een beetje meer geloof moesten hebben in onze eigen Suriname, dat we dingen konden. Die overheid had meer geloof moeten hebben om ons die meer aan te geven van luisteren waar die dat wij, dat hij niet van naar jumusu, maar geef mij iets waardoor ik zeg, ik mijn geloof versterkt wordt, dat ik het eigen handelen kan pakken. Ja. Oké. En terug te gaan naar Kes. Hoe doen jullie de trainingen? Hebben jullie aangepast of zijn jullie gestopt? Nou, we zijn door blijven werken. Want kijk, in feite wat er nu gebeurd is, zie je in feite dat de hele businesswereld pas op de plaats gemaakt heeft. Ja. En dat wij zijn afhankelijk van die hele businesswereld en dat onze activiteiten zijn daar afhankelijk van. We zijn in principe niet dicht geweest totdat de lockdown kwam, want toen moesten we wel dicht. Maar wat we hebben gedaan is kijken van luister, wat kan je bieden? Hoe moeten we naar die... Als deze situatie er blijft, hoe moet je ermee omgaan? We waren direct mee geconfronteerd, zoals ik eerder zei, dat als je een trainingssessie verzorgt en mensen moeten stoppen, hoe ga je de mensen verder begeleiden? Dus een van de dingen die je zegt van luister nou, sowieso zijn we voorstander om te werken in kleinere groepen. Dus je zegt oké, je gaat je dingen meer in kleinere groepen doen, omdat het de maximale impact heeft. Iets anders is er van nou, doordat dat heel ding van e-learning en dat soort dingen, of je gaat Zooms en dat soort dingen. Nou, je bent ook gaan bestuderen van nou, hoe kan je die dingen gebruiken? Want het zijn ondersteunende, het zijn tools om in feite dat proces die je wilt bereiken, om dat te doen. Ja. Voor ons is één ding staat vast. De manier zoals wij dingen doen, hebben wij dat face-to-face contact nodig. Omdat daar heb je maximale impact. Ja. Ik heb ook de ervaring om met Zoom of met Microsoft of met Google programma's te werken. En als je kijkt, dus, ik vind dat ding flat, er is afstand, het is kill. Dat ding is er niet. Ja, vibe doet dit toch? Ja. Dus je moet ook over nadenken, hoe doe je dat nou? Hoe ga je dat leuk maken? Hoe ga je dat? Dus dat proces, in dat proces zitten we. Zoals alle andere organisaties en bedrijven die nu ook hun evaluatie doen van nou, COVID is hier to stay. Ja. En ook weer, hoe ga ik morgen business precies. Hoe moeten we dat doen? Ik zou graag zien, zoals als ik het mag volgen van het buitenland. In het buitenland worden er goede discussies gevoerd van hoe met die economische situatie moet, hoe bedrijven zich nu in die nieuwe situatie zouden moeten gaan handhaven. Wat zouden ze moeten doen? Er zijn opportunities, er zijn kansen. Maar die kansen die er zijn, vragen zowel
Ik moet veranderen als organisatie, maar die organisatie of de klant die ik dat wil bedienen, die moet ook veranderen. Ja, één partij alleen kan niet veranderen. Nee, dus we zitten juist daarmee met die twee dingen die moeten gebeuren. Ja, en dat geldt ook, laten we kijken, als je Suriname zou bekijken als NV Suriname, als een groot bedrijf, het geldt hetzelfde. Ja, precies. Dus, maar als u kijkt, als we kijken, want als je luistert naar de geluiden, de samenleving, je kijkt naar social media, dan zien we dat het aantal positieve gevallen stijgt. Het aantal mensen dat genezen verklaard is, stijgt ook. Ja. En we zien dat mensen niet meer zo paniekerig zijn. Komt het omdat we die change hebben aanvaard, omdat we hebben aanvaard dat we in een nieuwe wereld leven? Ik denk dat er een bepaalde bewustwording is geweest. Ik geloof bijna, dit durf ik te zeggen, maar dat is eigenlijk een persoonlijke titel, dat hoewel er heel veel kritiek is geweest op de lockdown, dat een van de positieve dingen van die lockdown is geweest, een zelfbewustzijn van mensen. Mensen voelden zich plotseling beknot, mensen voelden zich Maar mensen hebben de tijd gehad om te denken over wat zij aan het doen zijn. Ja. En ik denk dat daar, je ziet dat mensen nu een beetje anders kijken, een beetje gemoedelijker zijn. Dus ik weet niet of men dat voor ogen had als toen met die maatregelen, maar wereldwijd zien we dat wanneer die lockdown situatie is geweest, er een soort ander besef ontstaat bij mensen. En ik denk dat we daarvoor ook blij mogen zijn, dat ander besef. En ik hoop dat we nu daarmee kunnen werken en zeggen, oké, hoe gaan we dit volk in feite meer tools aanbieden om hier doorheen te komen. Oké, tot slot. Wat voor boodschap heeft die voor de Surinaamse samenleving? Ik voor de Surinaamse samenleving geloof dat u moet veranderen. U mag in de camera kijken. Ik denk dat elke Surinamer moet geloven dat jij moet veranderen. Ik moet veranderen, omdat het om mij gaat. Het gaat om mijn leven, het gaat om mijn plezier, zoals ik dat wil beleven. Ja. Wat moet ik daarvoor doen? En we zitten in een maatschappij, in een context die voor ons een aantal spelregels met zich meebrengt. Ja. Begin jezelf te veranderen en jij als persoon, in die organisaties waar je zit in je gezin, dat wij die dingen doen om een gezond en prettig leven te leiden. Ja. En ik geloof dat het meest belangrijke is, want we willen allemaal echt een prettig leven hebben. En laten we kijken op welke manier we daarvoor dat kunnen invullen. En dan zullen er wel dingen zijn die obstakels zijn die we moeten overbruggen. Maar laten we die pil daar even slikken en dan verder gaan. Maar ik geloof dat wij nu echt ervoor moeten gaan dat wij elk van ons individueel erover moeten nadenken. Hoe wil ik veranderen, zodat ik in deze situatie die nieuwe, we zeggen de nieuwe norm die er is, hoe we in die nieuwe norm toch, en dan wil ik echt verwijzen naar de woorden van meneer Vede, dat wij een gewoon en normaal leven kunnen hebben. Absoluut, want het gaat niet meer weg. Nee. Oké, dank u wel meneer Reysel. Alsjeblieft. En heel veel succes. Dank je. Dat was de heer Robbie Reysel. Hij is directeur van KES. En we hebben het gehad over eigenlijk hoe wij als mens reageren op deze hele nieuwe situatie. En natuurlijk dat we verder moeten gaan, want we kunnen niet blijven zitten. De economie moet weer open. Men zegt vaak van als je nergens te gaan hebt, blijf thuis. Maar als je moet werken, als je een bijdrage moet leveren aan de samenleving, dan moet je wel uit huis. Let wel dat je dan wel de maatregelen in acht neemt. Als je in een menigte van mensen bent, dat je toch die mondkap, mond- en neusbedekking op hebt. En dat je die fysieke afstand houdt van minimaal 2 meter. En dat we altijd onze handen reinigen, zij met sanitizer, het zij met water en zeep. En als je moet niezen, hoesten, doe het in je oksel. En dan weten we, als je al deze maatregelen in acht houdt, dan weten we zeker dat we veilig blijven en elkaar niet besmetten. En ervoor zorgen dat COVID en deze hele pandemie over een paar maanden, over een jaar, maar een boze droom kan zijn. En niet te vergeten, zoveel mogelijk bewegen en veel water drinken. Later op de dag hebben wij een live voor u vanuit de Nationale Assemblée, want vandaag komt de nieuwe Assemblée bij elkaar en zal de voorzitter en de vicevoorzitter worden gekozen. We zijn dan straks live in de uitzending bij u. Ik wens u een hele fijne en veilige dag verder. Tot morgen. Dag.